Gelukkig heb ik een kopje aan vandaag. Ik weet niet of het een degelijke lengte is. De Bible Belt. Misschien heb je er wel eens over gehoord in het nieuws. Mensen die hun kinderen niet willen laten vaccineren. Mensen die homoseksualiteit niet accepteren. Gereformeerde christelijken in ieder geval die in een strook wonen van Zeeland naar Overijssel. Dat noemen we de Bible Belt. In het Catharijnenconvent hebben ze er nu een hele tentoonstelling aan gewijd, bij ons in de Bible Belt. Om eens te laten zien waar dat gereformeerde geloof vandaan komt, wie die mensen nou echt zijn en hoe zij over de wereld denken. Ik heb al een ballenbak en een mooie foto's hier gespot, dus laten we snel naar binnen gaan. Even op een kerkstoeltje. Ik kan niet zo goed zien. Plaatsgenomen, want het is natuurlijk even belangrijk om te definiëren wat zijn nou gereformeerde christelijke. Revo's ook wel genoemd, dat is dus geen scheldwoord heb ik vandaag geleerd, dat gebruiken ze zelf ook. Het zijn christenen die echt streng de Bijbel naleven. De Bijbel is het handvat voor het leven, die wordt letterlijk genomen en wat daarin staat is hoe je moet leven. Dat betekent bijvoorbeeld dat je op zondag niet werkt en twee keer naar de kerk gaat in het zwart, de zwarte kousen kennen we bijvoorbeeld wel. Dat vrouwen geen mannenkleding mogen dragen, dat mannen en vrouwen bij elkaar horen. En dat de vrouw ook ondergeschikt is aan de man, om maar wat dingen te noemen. En het thema in het leven van veel revo's en in deze tentoonstelling is de brede en de smalle weg. Hier is een moderne uitvoering. De brede weg zit vol verleidingen zoals alcohol, drugs, het consumentisme en leidt uiteindelijk naar de hel. En de smalle weg is de weg van het geloof, dus goed geloof bewijden en vrome burger zijn. En als je dat doet, als je het woord God naleeft, dan kom je uiteindelijk in de hemel. Wat betreft die kledingvoorschriften voor vrouwen zie je hier bijvoorbeeld heel goed Revo Vrouwen uit 2006. Vastgelegd door de mensen van de Exactitude, de series van 12 portretten waarin je heel erg ziet dat mensen deel uitmaken van de subcultuur. Ze dragen altijd rokken, ze hebben lang haar, geen make-up. Dat zijn de kledingvoorschriften in de Bible Belt voor vrouwen. Deze serie van Sjaak Verboom, waarin hij mensen in hun gewone en hun zondagse kostuum portretteert. Dit is mevrouw C. Blankenstein Moret. Zij staat ook op de poster voor de tentoonstelling en je ziet echt hoe zij ook opleeft als zij dat zondagse kostuum aan heeft voor de camera. Maar sommige dingen zijn ook nieuwe informatie, zoals dat er in Nederland nog steeds, vooral dus in de Bible Belt, hele grote kerken worden gebouwd. Nu Revo-domes genoemd worden. De grootste staat in Opheusden, is van een paar jaar geleden en passen 2800 mensen in. Een beetje in mijn ogen Amerikaanse toestanden, maar wel iets waar je misschien als niet deel van de gemeenschap nooit bij stil had gestaan, terwijl het best een groot of belangrijk deel uitmaakt van in ieder geval de cultuur in de Bijbelbelt, maar toch ook wel de cultuur van Nederland. En ook iets wat je toch als niet-christen, in ieder geval dat ben ik, niet snel zou meemaken. Je kan ook een preek beluisteren. Ik heb hem nog geen 10 seconden op en het gaat over de verdorvenheid van de mens. Heftig. Voor mij als niet-christen. Echt heel tof dat ze overal in de tentoonstelling echt van die kerkstoeltjes hebben staan. Heel minimalistisch en je hebt ook meteen een beetje het gevoel dat je in zo'n gereformeerde kerk bent. Dus ik vind het ook steeds van die kerkmuziek. Goed neergezet. Deze serie van Samuel Otte van pasgetrouwde stellen in hun nieuwe huis. Dat ze vaak echt betrekken pas op de huwelijksnacht. Beetje een Riviera Maison catalogus. Heel interessant. Die mensen die vaak jonger zijn dan ik. Ik ben 28. Helemaal niet getrouwd. Bijzonder inkijkje. Deze zaal waar dus die samenwonen foto's hangen. Dat is wel de interessantste. Daar heb je ook heel veel schermpjes met revo's zelf die vertellen over allerlei onderwerpen zoals kledingvoorschriften, zoals de zondagsrust. En ik heb net even dat filmpje over kleding staan kijken en dan gaat het dus echt over van oké, mag nu misschien wel meer dan vroeger, maar als vrouw word je echt nog steeds wel gewoon geacht
of als je aan het sporten bent, om een rok aan te doen van een degelijke lengte. En in de kerk ook een hoed te dragen. En als je dat niet doet, dan word je daar gewoon wel echt op aangesproken. En kom je aan het einde, dan moet je zelf ook kiezen. De brede weg, een rode ballenbak met een helle preek van de dominee. Of de smalle weg, een klein doolhofje naar de hemel. Ik neig naar de ballenbak, maar ik ga toch ook even een kijkje nemen in het doolhofje. Ik ben een beetje claustrofobisch. Oh, het is niet echt een doolhof, sorry. Laat ik deze tentoonstelling dan maar vanuit de ballenbak eindigen. Interessante combinatie van geschiedenis, hedendaagse cultuur, persoonlijke verhalen en grootse installaties. Interessant om echt een inkijk te krijgen bij een groep en ze ook zelf aan het woord te horen die toch vaak slecht in de media komt. En ja, sommige stereotypen zijn waar. Ik bedoel, mannen en vrouwen zijn niet gelijk. Homo's worden niet geaccepteerd. Abortus ook niet. Vaccineren is problematisch. En daar kan je na deze tentoonstelling van alles over denken. Maar dan denk je het in ieder geval wel gebaseerd op informatie van de mensen zelf. In plaats van alleen maar vluchtige statements of meningen die je in de media of op social media hebt gezien. Dus ga voor 22 september nog naar het Katrijnenconvent in Utrecht.